vraagt aan haar moeder: wanneer zal ik gelukkig zijn? Als ik de essentie van het bestaan benadruk of als ik hem gebruik? Je moeder zegt: zou je de vraag nog een keer willen herhalen? En het kind zegt: waarom zit er altijd groente in groentesoep? En die moeder zegt: dat is een lang verhaal. Jammer, zegt het kind, daar hou ik niet van. Kun je er geen videoclip van maken? Laten wij ons, dames en heren, verplaatsen naar Managua, Nicaragua. Dat kleine stukje Midden-Amerika waar een klein dapper volk probeert het lafhartige Amerika buiten de deur te houden. Slechts gewapend met één simpele slogan: no pasaran. Ze komen er niet door. Laten we aannemen dat ik een filmer ben, een documentarist. Het is mijn bedoeling om ooit nog eens chef documentaire programma's bij de VARA te worden. Immers hoe slechter de wereld, hoe beter de chef documentaire programma's bij de VARA gaat. Laten we aannemen, ik zit in mijn geriefelijke hotelkamer met een whisky ijs. Over whisky ijs gesproken, niet eens zo lang geleden zat ik in een hotel in Leeuwarden. Ik zeg tegen de ober: whisky ijs. Ik hoor aan het tafeltje naast mij: ijs, ijs. Jongens, roep de rajonhoofden bij elkaar. Ik zeg tegen zo'n rajonhoofd: hoe word je nou rajonhoofd? Nou, hij zegt: beginnen met een waterhoofd en dan wachten op een hele strenge winter. Maar terug naar Managua. Ik zit daar in mijn geriefelijke hotelkamer en er gebeurt niet al te veel. In elk geval niets om een videobrief over naar huis te sturen. Het vaste patroon, mijn tipgever, belt en zegt: morgen om 10:30 een hinderlaag op 30 kilometer van de oostelijke uitvalsweg. Ik zeg: ik zal er zijn. Ik ga nog even iets eten bij McDonald's op de hoek, maar die Big Mac die valt niet zoals Old Mac zich had voorgesteld dat hij zou moeten vallen. Wil je wereldwijd een beetje betrouwbare keten opzetten? Ik krijg een onvoorstelbare last van buikloop, wat op zichzelf niet zo erg is als de rest gewoon meemarcheert. Maar in dit geval voel ik mij bepaald niet in staat mijn werk naar behoren. Ik bel op, ik zeg: dat wordt niks morgenochtend. Hij zegt: dus geen punt, stellen we de hinderlaag 3 dagen uit. Zo cynisch is de revolutie. Tot ik besluit te breken met al die volgeprogrammeerde onzin. En slechts gewapend met mijn camera trek ik op de Bonnefoy de jungle in. Mijn vorm 3 dagen lang gekweld door muskieten, laaghangend lover, struikelend over in de weg staande aktentassen, baan ik mij een weg door dit Gods wonder van de natuur. En plotseling springt hij voor mijn neus. Dat buitenkansje uit de revolutie. Tot op de tanden gewapend en uitroepend: nu spreek ik die taal vrij goed. Maar dit dialect had ik nog nooit eerder gehoord. Het bleek een doofstomme revolutionair. Ik denk, er zit zo 20, 30 minuten documentaire in. Er is alleen één probleem. Hoe krijg ik hem aan de praat? Maar ik dacht, als ik hem een beetje hoog in het kader zet, kom ik met die ondertiteling een heel eind. En desnoods zet ik linksboven in beeld die handige mevrouw van de EO die middels handgebaren te kijken thuis duidelijk maakt wat hij op zijn lip heeft. We zijn een minuutje of 10 bezig en het gaat fantastisch. Maar plotseling zie ik hem verstarren. Hij verkrampt zijn hand balt zich tot een wijsvinger. Hij beschrijft een cirkel. Ik kijk. En we zijn omsingeld door de contra-revolutionairen. Reagan's kwaadaardige uitzaaiing. Die Reagan is zo oppervlakkig, zelfs een kanker zit aan de buitenkant. En dan komt het aan. Dan komt het aan op een goede smoes, dat verzeker ik u. Ik zeg tegen die commandant van die contra's: kijk eens hier, we zijn hier bezig met het vervaardigen van een videoclip voor een semi-fascistoïde Amerikaanse heavy metal groep. En deze figurant hier heeft zich in zijn tongriem gesneden. Men is bereid mij te geloven, hem niet. Ze pakken hem beet en ze slepen hem de jungle in en ik krijg wroeging, wat weer iets heel anders is dan engagement.
Dat kan je nog afdoen met een popconcertje in een voetbalstadion, maar waar laat je je vroeging? Hoe gireer je je vroeging? Dus ik erachteraan. Op veilige afstand. Het is klaar ligt de dag. Ik kom aan bij het kamp, prikkeldraad. Ik heb nog te veel binding om de held te spelen. Ik wacht tot de avond gevallen is, al eer ik mij op handen en voeten een plaats in het kamp verschaf. En uit een schamelverlicht tentje hoor ik de meest afschuwelijke kreten die ik ooit een mensenlichaam heb horen verlaten. Een voorbeeld. Met kogels doorzeefde huisvrouw in een paadje tussen de wasmiddelen. Die over een kind wat ligt dood te bloeden in een supermarkt. Dat gekerm. Ja, dit doe ik niet om u koste wat kost te chockeren, dames en heren. Maar het hondje van de buren dat verdrinkt maakt nu eenmaal veel meer indruk op ons dan die 30.000 kinderen die 3 kilometer verderop aan het verhongeren zijn. Ik kan het geluid niet aanhoren. Ik wurm mijn kop onder het tentzeil door en ik zie hoe ze mijn doofstomme vriend de duimschroef hebben aangedraaid. Hoe het bloed onder zijn nagels vandaan sijpelt. En ik hoor die commandant zeggen: hij zal praten. En ja, ik begrijp u. Ik begrijp uw skepsis, dames en heren. Ik ben met u eens dat de hele didactiek betreffende spraakgestoorde in een veel te ludiek vaarwater is gekomen. Het is veel eerder de relatie docent-pupil die prevaleert dan dat er zeg maar keihard gewerkt wordt aan zo'n 20-30 woorden die er aan het eind van zijn leven toch een beetje vlot zouden moeten uitrollen, wil althans de erfenis geen onoverkomelijke problemen opleveren. Maar dit ging mij te ver. Dit leek wel martelen. Ik spring die tent in en ik roep: hij is doofstom. En die commandant, Hollanders in de tent. Ze pakken ons beet. Ze trappen ons de nacht in. Ze schoppen ons in een geïmproviseerde gevangenis. Een kuil van 3 meter diep en 1x1 in vierkant. Ze gooien er een zwarte deken overheen. En we horen ze zeggen: morgen bij zonsopgang. En wij weten wat dat betekent. Ik althans. Want daar sta je. Daar sta je midden in de nacht. Op nog een halve meter van degene wiens leven jij zo nodig moest redden. En niet alleen het zijne, maar dat van zijn vrouw, zijn gezin, zijn familie, zijn volk. Desnoods het hele continent. En tot nu toe heb je niet veel meer dan het tegenovergestelde bereikt. Dus je zoekt wanhopig naar een verklaring. En je begint met: kijk eens hier, mijn aanvankelijk marxistisch-leninistische inzichten zijn in de loop van de jaren 60 door een Marcuse zodanig gerevisioneerd dat ik door de hele latentie van de jaren 70 heen een zodanig... Maar hij is doof, het heeft geen nut. Dus spreek ik mijn oude meme-opleiding nog maar een keer aan. Maar het is donker, het heeft geen zin. Kun je je voorstellen? Doe het licht maar even uit, dan kunnen we ons beter in de situatie inleven. Daar sta je. Daar sta je midden in de nacht. Midden in Amerika. Helemaal alleen. Stikdonker. Alleen hier en daar een bordje uit. Het enige dat aan is, is uit. En wat moet je doen? Het enige dat je kan doen is voelen. Maar ja, je weet, voelen aan een man, daar komen akelige ziektes van. Maar tegelijkertijd denk je: knappe geslachtsziekte die mij er voor zonsopgang onder heeft. En heel voorzichtig ga je met jouw rechtervoet naar zijn linkervoet en je wacht op een klein beetje tegendruk waarvan je vroeger in de IJssel om wist als dat kwam dat je chance had. En bij je schop tegen je schenen mal chance. Langs je scheenbeenhaartjes kruip je omhoog.
Toen je met jouw rechterknie zijn linkerknie raakt en voorzichtig laat je een klein beetje van jouw engagement terugstromen in zijn hulpeloosheid. Wijsgewijs kruip je omhoog. Dat je met jouw rechter bekkenpunt zijn linker bekkenpunt toucheert. En je wacht. Je wacht. En als een tango-danser in slow motion sleep je je linkerbeen erbij. Tot je halverwege de nacht met de onderlichamen tegen elkaar staat als twee communicerende vaten. En up daar stroomt zijn vloeibare onderontwikkeldheid terug in jouw sappige solidariteit. Net zolang tot de niveaus gelijk staan. Je slaat je arm om zijn middel. En overmoedig ga je met jouw tong naar zijn rechteroor. En hup, daar gaat zijn linkeroor al naar jouw linkertong. De neusgaten vullen zich met elkaar. Je neemt zijn verkoudheid over. Haren raken verstrikt. Overmoedig ga je met jouw rechterhand zijn linkerhartkamer binnen. Je trekt de kransslagader open. Je hebt één bloedsomloop. Je bent één. Zullen die contra's lelijk opkijken morgen als ze in die kuil kijken? Oh, nou. Dat gij voor immer dauw en dagen raadt. Van verre. Heel langzaam wordt het licht. Stemmen naderen, voetstappen. Iemand trekt de zwarte deken van de kuil. En het daglicht valt naar binnen. Ik zie hun silhouetten op de rand. Ze prikken ons aan een bajonet in ons nekvel de kuilen. En we krijgen een geweerkolf in onze rug en we moeten lopen. Nou ja, lopen. Aanvankelijk lijkt het meer op voorovervallen. Maar na een uurtje voorovervallen, denken we als we toch moeten lopen, kunnen we misschien net zo goed gewoon gaan lopen. Maar na een uur gewoon lopen, denk ik als dit mijn laatste wandeling is, wat zou ik mij dan nog langer conformeren? Kom, laat ik mij eens voorbewegen. Zoals ik dat als niemand mij verteld had hoe het eigenlijk moest, zou hebben gedaan. Maar na 3 uur ongewoon lopen, heb ik er knap spijt van dat ik bij het van huis gaan juist deze schoenen heb aangetrokken. Die ik ooit als cadeau heb gekregen van iemand die de kaartjes scheurde bij een botsauto-attractie. Eindelijk. Eindelijk zijn we op de plek aangekomen waar het allemaal gebeuren moet. Ze zetten ons naast elkaar neer. Mijn doofstomme vriend wordt geblinddoekt en mij nemen ze mijn bril af. Mijn rechterhand zoekt zijn linkerhand, maar hij blijkt links van me te staan, dus dat is nog een heel gedoe om erbij te kunnen komen. Weer krijg ik een pol in mijn rug. De muziek is nu zo luid dat wij de schoten niet meer kunnen horen. Zodat we nog vlug hadden kunnen bukken voordat de kogels bij ons waren. Ik pak zijn rechterhand. Maar hij duwt mij van zich af. Heb ik dan alles gedroomd? Beseft hij nu pas dat ik hem rechtstreeks naar het vuurpeloton geleid heb? Oh, laat deze schande. Dan leunt hij tegen mijn linkerschouder, dus toch. Ik wist wel dat er iets tussen ons. Ik doe een stap naar achteren. En hij valt dood aan mijn voeten neer. Dan is nu de beurt aan mij. Vooruit, vuurpeloton. Maak korte met. Ik had gedacht, chef-documentaire programma's is het hoogst haalbare. Maar er blijkt nog een martelaartje in deze jongen te schuilen. Jaag die blauwe boon door mijn blanke kersenpit. Schiet mij neer! Door!
Ik zet mijn bril op. Mijn doofstomme vriend krabbelt overeind. Ik steek een sigaretje op. Hij zegt, ga mij er ook een. Ik zeg, wat riep je nou toen je zo gemarteld werd? Hij zegt, heb je het script niet gelezen? Ik zeg, nee, ik ben blind. Hij zegt, nee, jij bent de cameraman. Ik zeg, ja, dat speel ik, maar wat riep je nou? En dat hij dan zegt, ik zeg, ja, dat heb ik wel gehoord, maar wat betekent dat? En dat hij dan zegt, no pasaram. Leek mij een mooi begin van de avond. Ik denk, ja, het gaat ergens over een stukje realiteit in deze wereld. En het heeft komische aspecten, het heeft ook iets ontroerends, tegelijkertijd iets heel... Leuke tas, hè? Die heb ik vorige week zondag afgepakt van een Jehovah-getuige. Ja, je hoeft mij niet te vertellen hoe ik een avond een beetje leuk moet beginnen. Dat is het. Het beledigen van een religieuze minderheid, dat gaat er altijd in als koek. Nou, de meerderheid komt ook aan de beurt. Weet u het verschil tussen een progressieve en een conservatieve katholiek? Een conservatieve katholiek gelooft dat hij denkt. En een progressieve katholiek die denkt dat hij gelooft. Ja, lach maar. Eigenlijk had ik hem andersom moeten vertellen. Maar ja, u luistert al lang niet meer. Als het geluid maar in de zaal blijft en om de zoveel tijd ophoudt, vult u het lachje wel in. Twee ex-tweeverdieners en sinds kort langdurige echte minima lopen in een doodlopende straat. Komt van de andere kant. Ja, als het iets moeilijker wordt, raken we in de problemen, hè? Lopen in een doodlopende straat. Komt van de andere kant. Is het niet allemaal twee keer te vertellen, hoop ik, hè? Dat kan namelijk niet. In een doodlopende straat kan je niet van de andere kant komen. Kan wel als je dat bord niet gezien hebt. Je loopt die straat in. Je denkt, hé, hij loopt dood. Je loopt terug. Ja, dank u wel. Want je moet wel teruglopen in een doodlopende. Je kan niet gewoon doorlopen, hè? Ja. Er is één die gewoon doorloopt in een doodlopende straat en dat is onze minister-president. Ja, ik weet wel welke ik wel en niet kan maken vanavond, hoor, dames en heren. Komt van de andere kant een tijdelijk bewust ongehuwde moeder, een zogenaamde tijdbom, die zojuist haar baarmoederhals landelijk heeft laten onderzoeken. Twee reclamevliegtuigjes van een concurrerend abortussurrogaat rammen elkaar boven de dam. Ramadam. Ja, dan wordt het misschien weer iets te lollig. Daar moet ik ook voor oppassen. De vrouw die ligt onder de zonnebank. De kinderen zijn naar celtherapie. De hond volgt een assertiviteitscursus. Ik ben bezig met de samenstelling voor mijn nieuwe oudejaarsavondprogramma. Aanvankelijk had ik helemaal geen plan om weer op die televisie te verschijnen. Maar financiële problemen in de privésfeer die nopen mij wat artistieke concessies te doen. Zegt die zojuist van een door de Russische vakbond aangeboden vakantiereis teruggekeerde bijstandsmoeder. Wat zal ik dat wijfje eens in de mond leggen? Iets actueels en toch kwetsends. De paus, die moet ik ook niet vergeten dit keer. Wisten jullie dat de paus aan de heroïne was? Ja, is misschien iets te heavy. Wisten jullie dat de paus aan de cocaïne was? Ja, de paus is aan de cocaïne. En hoe weet ik dat? Dat weet ik van mijn dealer. Ik heb hier voor niks een spiegel thuis. En één keer in de week komt de koerier van de paus. Eén keer in de week komt Klaas Beuker. Die komt bij mijn dealer en die zegt... snel, snow voor de poop, snow voor de poop. Zo heet dat, hè? Cocaïne, white snow. Soms is er niks, is het sneu voor de poop. Maar meestal... En hoe kon je nou zien dat die paus aan de... Smorgen, tring, telefoon. Ik heb nog zo'n ouderwetse telefoon waarbij je zelf tring moet roepen. Tring. Ja, dat lijkt heel makkelijk, maar je zal niet thuis zijn. Tring, tring. Of dat je in gesprek bent en je moet een gesprek voeren en ondertussen toet, 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 tring. Tring. Ik heb een vriend die heet Toet. Wordt hij gebeld, zegt hij Toet. Wie zegt u Toet? Ik versta u niet. Toet. Oh, zeker in gesprek. Met overtoon, mag ik van u toet toet? Dat is snel. Tring, tring. Nou, vooruit deze maar even. Ja. Met de Avro. Ik dacht al, wat stinkt het naar zweetvoeten. Hé, Avro is bij ons Franse kaas en de voet op tafel, hoor. Zeg, nu ik u toch heb, dat hoofd van die van de tocht, kunnen we daar niet eens wat aan doen met z'n allen? Een paar lekkere streamen eroverheen of zo, hè? Of die neus eens even zo hup zetten, wegdraaien. Hoe kon je nou zien dat die paus aan de kook was? 'S Morgens heel vroeg had
Klaas Beuker, hij landde op weldschap, hè, de paus. Eerst zou hij op beek landen, was een experiment. Jezus kon op het water lopen, maar of die beek dat vliegtuig zou houden, dat was er even af. 'S Morgens heel vroeg had Beukertje 2 lijntjes kook op het vliegveld gelegd. Die paus die komt die vliegtuigtrappen afgedaald. Die gaat door de knieën. Nou. Ze hadden dranghekken neergezet voor 90.000 gelovigen. Wat stond er? 4.000 junkies hooguit. Stonden te wachten tot het zou gaan waaien. Toen zegt hij... Ik zeg tegen die Jehovah-getuige, ik gooi de deur dicht hoor, ik gooi de deur dicht. Moet je zelf maar weten. Een hap klaar over, een klaar over nieuwtje, een eenrichtingsverkeersbrigadiertje, een brigadiertje van de verkeerde... het is hier en daar wel geestig, maar dat moet een klapper worden. Dus dat wordt weer gewoon Pieter van Vollenhoven. Loopt in een doodlopende straat. Tring, komt tring. Nou, op die manier komt er niet veel van werken vanavond. Ja. Met Henk. Toch niet de Henk, hoop ik, hè? Zeg het dus, de Henk. Wat heb ik? Aids, hoe kom je daarbij? Geruchten, ja, die zijn besmettelijker dan aids, ja. Wat heb ik dan gezegd? Worden wij een beetje door jullie bladen afgeluisterd? Wat heb ik dan gezegd? Eet smakelijk, maar luister nou eens even, beste kiel. Luister nou eens even bij... Nou, weet je wat je doet? Kom morgen om 9:00 even gezellig, exclusief fotograferen. Zou je zien dat we nog altijd dat left-wing, middle of the road gezin zijn... dat een dubbeltje 3 keer omdraait voordat het naar de macro gaat. Morgen 9:00, ja. Wat heb ik nu weer gezegd? Wat heb ik nu weer gezegd? Kinderen, huisgenoten, attentie. Vader heeft zich versproken. Even familieraad. Morgen om 9:00 komt Nederlands grootste familieweekblad exclusief fotograferen. Dus even aan ons imago werken. Kinderen, jullie gooien het zwembad dicht en de nepzolen eroverheen. Vrouw, ik heb je een paar jaar geleden ter compensatie van een politieke actie... nog eens een keer een bontjas cadeau gedaan van... jonge ongeboren zeehondenvruchten, die moeten we ook maar ergens verstoppen. Mijn verhouding met prinses Irene, wat moet ik daar nou in vredesnaam mee naartoe? Wie is er morgen jarig? Ben ik nog jarig ook? Die verjaardag die komt ieder jaar meer ongelegen. Ik word er volgende morgen om 11:30 wakker. Ik denk, ik doe gewoon. Ik ga gewoon mijn bed uit. En ik ga naar de bakker, kom die bakkerij binnen. Morgen bak, morgen meneer, hartelijk gefeliciteerd. Bakker weet, als ik kom, ben ik jarig. Ik zeg bakker, dit keer maar eens niet die macrodynamische notencake... waar ik elk jaar een verstopping tot aan de hers van overhoud. Breng mij dit keer eens de allergrootste taart die je in je winkel hebt. Bakker weg, kom terug met zijn vrouw. Ik zeg bakker, wanneer is het nou toch eens uit met dit soort pizza-geintjes van je? Ach meneer, koekje van eigen deeg, dacht ik. Ik zeg bakker, donder op, bakker weg. Kom terug met een taart in een doos zonder deksel. Zonder deksel. Hij zegt, meneer, ik heb geen deksel. Ik zeg, geef niks bak, ik ben zo thuis. Dus ik op pad met die doos zonder deksel. Beetje schizofreen, paranoïd om me heen kijkend. Want privé kan ieder moment arriveren. En die zal mij als bekende Nederlander maar betrappen met een doos zonder deksel. Fotootje is gauw gemaakt, 2 dagen later telefoon. Waarom liep u gisteren met een doos zonder deksel? Nou, wij verzinnen zelf wel iets voor u. En je kan de rest van je leven in geen gat van Nederland meer uit de auto stappen... of de plaatselijke bevolking zegt... Dekseltje, dekseltje. Tot aan je dood staan ze nog in je kist te loeren. Dekseltje. Dus daar kom ik aan met... Nu hebben wij een buurman en die buurman die heeft 3 pinschers, Joris. En pinschers kunnen onvoorstelbaar kakken, hè? Zeg maar een herder legt voor een Duitser een bescheiden portie weg, maar een pinsje die kwakt er in 1 keer een heel blik chappie, waf uit. En die staan helemaal pal, hè? Die staan helemaal... Het is net een oude jackpot, hè? Zo. Of zo'n skier die gereed staat voor de reuzenslalom, hè? Die staan... En dat doen ze niet netjes aan de kant, want nee, die coveren de hele stoep, hè?
Toen kom ik aan, doos zonder deksel. Schiet ze nog niet parafreen omheen kijkend. Kom ik zo. Ik ga er middenin staan. Ik sla voorover. Want ik had mijn schoenen met noppen niet aan. Ik sla voorover met mijn snuffert in die taart. En onder die doos steekt een stoeptegel schuin omhoog. Die gaat dwars door die taart heen. En die haalt mijn hele gezicht op een gulle overlangs op. Ja, bloed eruit, slagroom erin, cake erin. Amandelsnippers, nepvrucht. Kun je je voorstellen, zo'n sneeuw, bloed en slagroom? Nou, leg dan maar eens aan privé uit dat je geen aids hebt. Ik denk, ik ga gelijk naar het AMC, Amsterdams Medisch Centrum ligt 30 kilometer buiten de stad. Als je in het centrum een hartaanval krijgt, moet je een half uur van tevoren de metro nemen. Kan je nog net op tijd intensive care binnenstrompelen. Als je niet onderweg een mes in je rug gehad hebt. Ja, het is niet makkelijk hoor in Amsterdam. Want die politiecellen, ik weet het niet, als ik er nog eens terechtkom, zou ik wel vragen of ik om 8 uur gewekt kan worden. Dan kom je in zo'n ziekenhuis, normaal gesproken als bekende Nederlander, staat die geneesheer-directeur, die staat al gereed. Meneer de jongen, wat gaan we vandaag weer eens voor u doen? Nog een keer steriliseren? Nou, loopt u maar even met ons mee, hoor. Maar nu ben je incognito, taart op je snuffert, kanten kleedje aan de voorkant. Geen gelul, gebak van krul. En zit een juffrouw achter een balie, die zegt, trekt u maar even een nummertje. Normaal gesproken mijn hobby, maar in dit geval... Dus ik trek 69, ze zijn bij 21. Ik ga achter die 48 gastarbeiders zitten. Wat nou? Oh, 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 oh. Mogen die mensen niet ziek zijn of zo? Of vindt u het vervelend dat ze van onze voorzieningen gebruik maken? Of bent u zo bang om te discrimineren dat u denkt dat ze wel nooit ziek zullen zijn? Of denkt u dat het allemaal verklede Duitse journalisten zijn? Dus ik ga achter die, 48 Tamils zitten en zijn die ook snel populair geworden in ons land, hè, dames en heren? Dat er nog geen één in het Nederlands elftal speelt. Nou, zal nog wel geen spelbepalende middenvelder tussen gezeten hebben. Dus ik zit daar zo'n beetje te piekeren en ik ben aan de beurt. Moet je zo'n creditkaart laten maken dat je overal gratis ziek kan worden. En de juffrouw die zegt, mag ik even uw naam? Ik zeg, Freek de jongen. Echt waar, bent u het echt waar? Oh, u lijkt er helemaal niet op. Oh, ben u het echt? Oh, dan ga ik even mijn collegaatje halen, hoor. Oh, binnen 10 minuten sta ik omringd door die hele medische staf van het AMC. En ik zit nog steeds met die taart op mijn snuffer. Die juffrouw zegt, mag ik nog even uw geboortedatum? Ik zeg 30-8-44. Oh, wat leuk, zegt ze dan. Dan ben u jarig vandaag, dan moet u trakteren. Ik zeg, nou, geef iedereen maar een vorkje. Dat hadden ze niet eens nodig. Die beginnen me daar aan alle kanten af te lebberen, te likken, te zuigen, te slobberen, te veren en te harren. Ja, onsmakelijk hoor. Na een kwartiertje zegt die geneesheer-directeur tegen mij, wat heeft u eigenlijk? Oh, zeg ik, aids. Nou, toen waren ze nog betrekkelijk snel weg, moet ik u eerlijk zeggen. Het is het codewoord voor privacy geworden, aids. Kan je zomers aan volle stranden veel gemak van hebben. Je gaat gewoon staan en je roept, ik heb zand in mijn aids, ik heb zand in mijn aids. Een onbespoten groentehandelaar en een ambachtelijke slager lopen na afloop van een met een handgemeen beslechte IKV-bijeenkomst een stukje op met een zojuist kunstmatig bevruchte non die haar rol als draagmoeder overste wil vervullen. De kloosterzuster glijdt uit over een bananenschil en roept pathetisch, was dit Gods wil? Nee, zei de groenteboer, een bananenschil. Het wordt een beetje laat, geloof ik. Dieptepunt in mijn oeuvre.
Misschien nog wel het treurigste dat er gewoon om gelachen wordt alsof het ik weet niet wat beweerd wordt. Ik moet de teugels weer eens aantrekken. Waar is die vlijmscherpe toon van nog geen 8-9 jaar geleden toen het publiek sidderend tegen zijn stoelleuning zat gedrukt. De dames namen verschoning mee om in de pauze gauw van broek te kunnen verwisselen. Dat was de toon die eraan geslagen werd. De maatschappij lag op de fileertafel en werd uitgebit. Ik ga het met oudjaar dit keer eens zodanig aanpakken dat 1986 voor een hele hoop mensen niet zo leuk zal zijn als 1985. Ik grijp de microfoon, ik kijk de camera in en ik zeg tring, 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 tring. Nou, dat heb ik dan ook nog weer verzonnen, ja? Dan kom... Net als je je leven wilt beteren, gaat de telefoon. Ja, wie zegt u? Oh, dat doet er niet toe. Waar bent u van? Het KNIP, wat is het KNIP? Katholieke Nederlandse Invalidenbond, daar bent u van. Dus u wou er even in de gauwigheid beweren dat u katholiek was en invalide. Dus ik ben eigenlijk dubbel gehandicapt, zou je kunnen zeggen. Oh, dat is wel weer leuk. Hij mag zijn auto in de kerk parkeren, dat is wel weer leuk. En plaats zat, hè? Ja, nou. Zegt u, wat kan ik voor u doen? Een musicaletje voor jullie feestavond in elkaar flansen. Mag het een beetje kwetsend zijn? Nou, ik heb zin om mij weer eens wat te profileren in vooruitstrevende zin. Ja, ik heb er genoeg van dat het langer het establishment tegen mij aanleunt. Want de schijnen mensen die komen mij een plezier doen door te melden. Mijn moeder vindt u nu ook leuk. Alsof ik een condoom op uit ben om dementerende oude wijven wie een gebit uit de bek van ellende valt een beetje plezier te doen. Sorry, 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 sorry. Nee, niet ten koste van jullie, ben gek. Nee, nee. Ik wil juist after all laten uitkomen dat gehandicapten de enige normale mensen zijn die er nog zijn. Dat heeft u liever niet. In verband met de subsidie, ja, ik begrijp het. Nou, weet je wat u doet? Blijf even hangen. Dan ga ik... Sorry, dat kan ik niet zien. Dat kan ik niet zien. Blijf rustig liggen. Dan ga ik hier... Dan ga ik hier een stukje in het wilde weg improviseren, ja? Speelt in een Noord-Nederlandse katholieke enclave. En ik leg later wel uit wat de enclave is. En in die Noord-Nederlandse katholieke enclave staat een... Staat een gefrustreerde hardrocker in een snackbar tegen een flippenkast aangeleund. En de eigenaresse van de snackbar zegt... Lubbert, dat is nou al de vierde flippenkast die je deze maand zwanger maakt. En Lubbert heeft er onvoorstelbaar de smoor in, want er is een zogenaamde moderne pastoor naar het dorp gekomen. Die heeft in al zijn vooruitstrevendheid de kerkdeuren wagenwijd opengegooid. Die heeft van het altaar een soort disco-achtig dansvloertje gemaakt. En die staat daar elke zondagmorgen om 10 uur te preekdansen. Oh, moet je daar kijken. En daar, Oh, lijkt wel skytjes. En de kerk zit boordevol met jonge maagden. En dat is lang geleden. En die pastoor denkt, ik bind de jeugd aan mij. Even met rook ophouden. Ik maak mij tot tolk van progressief katholiek Nederland. En bij voldoende getalsterkte scheiden wij ons af. En zo breng ik het misschien ooit nog wel eens tot alternatieve paus. En Lubbert in die snackbar denkt, zover mag het nooit komen. En als op zondagmorgen het kerkorgel van de hoogmis door de geopende deuren doorklinkt tot in de snackbar, staat Lubbert's besluit vast. Ik rij met mijn moederfiets het altaar op. En ik breek die pastoor de beide benen. En hij loopt naar buiten naar zijn motor en hij geeft hem een slinger. Flut. Weer flut.
Lijkt wel of er een vuiltje in het fluttertje zit. Hij krijgt hem niet aan de praat. Het lijkt wel of de duivel ermee speelt. Maar driemaal is steeds slecht. Vrr, brr, brr. Hajo, 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 hajo. Oh, het is een Japanse motor, hè? Raf, 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 en Lubber springt rap, 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 rap. Hij gooit hem in zijn 1, 2, drrrr. Hij gaat de rap. En die koster in die kerk, die denkt, wat een bokkenherrie buiten, zeg. Weet je wat, ik gooi de deuren dicht. Baf! Net op dat moment komt Lubbert oerend hard aangereden. Baf! En die pastoor op dat altaar wordt getroffen als door een bliksemflits bij heldere hemel. En die stort voorover als Saulus op weg naar Damascus. Baf! Hoe vinden jullie het tot zover? Ja. Nou. Het gaat er bij de valide heidenen in als koek, mag ik u wel zeggen. Ja. Nee, tuurlijk doet u mee. Tuurlijk doet u mee. Ja, wat Lubbert dreigt tegen die kerkdeur is verlamd aan het onderlichaam en daar komt u erin. Ja. Nee, de hele vereniging, want we gaan met z'n allen naar Lourdes en daar kunnen we wel wat figuratie gebruiken. Nee, we nemen wat hulpstukken mee. Nee, dat komt best in orde. Ja. Nou, die pastoor die slaat om van progressief naar conservatief en die zegt... We gaan met Lubbert naar Lourdes, want Bernadette krijgt hem wel weer overeind. Ja, iets aan de liefdadigheid, ja. Ja, laat dat maar aan mij over. Beetje parodierend, ja. En die pastoor die denkt, we moeten voor Lubbert een invalide wagentje bij elkaar zien te sparen. Weet je wat, we organiseren een talentenjacht. 3 dagen later gaat bij mij thuis de telefoon. Of ik zin heb om in een Noord-Nederlandse katholieke enclave een talentenjacht te presenteren. Nou, tuurlijk niet. Maar ja, ik heb het nou eenmaal zelf verzonnen. En om in dit stadium een spelbreker van je eigen ideeën te zijn. Dus zo kan het gebeuren dat ik 3 weken later... Geheel tegen mijn eigen geloof in een Noord-Nederlandse katholieke enclave. Een enclave is een gebiedje omgeven door een groter gebied dat niet tot het gebied van de enclave behoort. Een talentenjacht staat te presenteren. Goedenavond, dames en heren. Talenten onmiddellijk bij opkomst maar afschieten. Maar helaas, we zijn aan een paar regels gehouden. Onze eerste kandidaat vanavond, dames en heren, kan het clichématiger, is iemand met een zogenaamde bandparodie, playback act. Maar voor het zover is, misschien ter illustratie even de volgende anekdote. Niet zo lang geleden bezocht ik een amateurvoorstelling van het dagboek van Anne Frank. Zo onwaarschijnlijk slecht geacteerd. Dat toen tegen het eind van de avond de nazi's het huis binnendrongen, het publiek gescandeerd riep. Ze zitten in het achterhuis! Ze zitten in het achterhuis! Onze eerste kandidaat. Start de band maar. We'll be right back.
volgende kandidaat die kwam zo opgelopen. Ik zeg, goedenavond meneer, wat gaat u voor ons doen? Hij zegt, gonkelen. Ik zeg, ik kan u niet verstaan. Hij zegt, gonkelen. Ik zeg, kan u niet wat... Ik zeg, kan u niet wat duidelijke spruggen neuzen in of flukkeren die knikkers uit mijn bek? Ik zeg, geef me dan gewoon een hand. Dan donderen die pakieten onder mijn oksels vandaag. Ik zeg, maar waarom gaat u niet gewoon rechtop staan en bijt dat konijn in mijn eikel? Ik zeg tegen hem, gaat uw gang. Hij zegt, dank u wel. Hop dan! En dan nu alweer onze laatste kandidaat. Hier is hij met zijn twee olifanten, heer Hannibal. Goedenavond, dames en heren. Het doet mij genoegen vanavond bij u te kunnen presenteren mijn twee olifanten Lady Di en prinses Christina. Die hopelijk beter uitkijkt dan gisteravond. Ik zou zeggen, meisjes, kom er maar bij. Ja, gooi ze al, kom maar. Komt u maar. Even die deur open, jongeman hier. Even die deur open. Zo kan ik er niet bij, jongen. Even weg hier. Komt u maar. Tuurlijk kunnen ze door die deur. Als jij openzet, kunnen ze niet door. Ja, wij kunnen ook niet door een dichte deur. Wat nou kunnen we? Ik ben met die krengen over de Alpen gekomen. Zullen ze hier de deur niet door kunnen? Ogenblikje, dames en heren. Pas op. Pas op, pas op, pas op. Ho, 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 ho. En binnen de kortste keren hadden ze voor Lubbert een invalide wagentje bij elkaar gespakt. Als Veronica dit ziet, heb je strandraces volgend jaar. Maar die pastoor is nog lang niet tevreden. Hij wil met het hele dorp naar Lourdes. Ze huren een bus. Ze passen er allemaal in, op 1A. Maar Lubbert die heeft nu een eigen wagentje. En om de 100 kilometer moeten ze even een emmer koud water over zijn handen gooien. En zo rijdt deze folkloristische optocht door Frankrijk en tegen het vallen van de volgende avond komen ze aan de voet van de Pyreneeën. En voor het eerst van hun leven... Het blijkt daar in Lourdes een aflopende zaak te zijn. De pastoor die duikt onmiddellijk de kathedraal in om te gaan bidden voor de goede afloop. En de dorpsbewoners die duiken de kroeg in om er een te nemen op de goede afloop. En ze drinken drankjes puur, die de Fransen zo verstandig zijn met een deel of 4, 5 water te nuttigen. En als ze om 1 uur die kroeg uitgemieterd worden, is het hele dorp lam, behalve Lubbert, want die was half lam. En met als enige houvast zijn wagentje gaan ze op zoek naar het tweede rangs hotel dat voor ze geboekt is. Ze komen over het plein voor de kathedraal en bij toeval stuiten ze op de bassins met het geneeskrachtige water. Tenminste, daarvoor moeten die bakken met groene smurrie doorgaan. En er loopt een bedrijvige non omheen die zegt, dit water is in geen jaren verschoond. En heeft daardoor zijn geneeskrachtige werking behouden. En iemand zegt, wacht maar eens tot er een aids-patiënt in gelegen heeft. Dan zul je er nog spijt van krijgen. Nee, zegt die non, ik krijg nooit ergens spijt van. Oh, denken ze, dat moet dan non je ne regrette rien zijn. En de sterkste man van het dorp pakt Lubbert bij zijn lamme kladden. Hij tilt hem in de groene zooi. Dompelt hem voor enkele seconden onder. Beurt hem eruit. En er is een wonder gebeurd. Lubbert leeft nog. En ze leggen hem neer op het plein voor de basiliek. En ze gaan er in een halve cirkel omheen staan. Doe maar, Lubbert, jong. Nou,
Nou, mooi ding waarmaken, Libbert, hè, toe maar, jong. Ga maar staan, Libbert, toe, jong. Gebruik de poot maar weer zoals kon, Libbert, hè, toe maar, jong. Ga maar rustig staan, jong. Kijk maar even om je heen, we kunnen het allemaal, dus moeilijk kan het nooit wezen, Libbert, hè, toe maar, jong. En als je mee opschiet, Libbert, dan kunnen we nog even terug over Parijs, over de hoeren. Toe maar, jongen, toe maar, Libbert. Toe maar, jongen. Je moet ons hier niet te lang laten staan, Libbert, hè, toe maar, jong. Toe maar, Libbert, jongen, toe maar. Ga maar staan, Libbert, jongen. En Libbert, die moet al die vernederingen maar over zich heen laten gaan. En als hij zich niet meer kan beheersen, dan roept hij... Pottenkijkers, zo de Pieter op. Een benenvaartsoord is geen toeristenattractie waarom de 10 minuten een mechanisch wonder gebeurt. En één voor één maken de dorpsbewoners dat ze wegkomen. Plotseling ligt Lubbert helemaal alleen midden in de nacht, midden op het plein. Doe het licht maar even uit, dan kunnen we ons beter in de situatie inleven. En hij voelt een merkwaardige sensatie in zijn linker kleine teen. Het lijkt wel of God er met zijn grote rechter tegenaan duwt. En Lubbert duwt wat hij kan terug en God in de ijssalon denkt, verrek, ik heb chance. Voorzichtig klimt hij langs Lubbert's scheenbeenhaartjes omhoog, tot ze halverwege de nacht met de onderlichamen tegen elkaar liggen als twee communicerende vaten. En hup, daar stroomt Gods vloeibare almacht terug in Lubbert's sappige invaliditeit. Net zolang tot de niveaus gelijk staan. Dan gaat God met zijn rechterhand Lubbert's linkerhartkamer binnen. Hij trekt de kransslagader open. Ze hebben één bloedsomloop, ze zijn één. Op dat moment komt de pastoor de kathedraal uit. En het eerste dat hij ziet is Lubbert. En hij denkt zo, die heeft de flipperstand alweer te pakken. En die pastoor denkt, een wonder. Een wonder. Eén mijner parochianen weer op de been. Met dit mirakel op zak ben ik binnen de kortste keren bisschop. En als ik eenmaal bisschop ben, moet ik een beetje mijn eigen conditie op peil houden en zorgen dat die van de collega's verslechtert. Nu word ik vanzelf aartsbisschop. Nou, als ik eenmaal aartsbisschop ben, dan moet het wel heel raar lopen. En Lubbert, die zich nog maar nauwelijks realiseert dat hij weer met beide benen op de grond staat. Lubbert zegt, o Heer, aanvaard in alle nederigheid uw dienstknecht, Lubbert. Ik zal mijn leven geven aan u als gereedschap voor het heil dat u de wereld brengen zult. Ik zal intreden doen in de strengste orde die uw moederkerk kent. En die pastoor denkt, als ik eenmaal kardinaal ben, dan moet ik een beetje op een goed punt bij die schoorsteen gaan zitten. Dat ik de kleur van de rook zo'n beetje kan blijven bepalen. En vanzelfsprekend word ik dan paus. Zijn plaats bekleden op aarde. En dan heb ik nog maar één ambitie. En Lubbert zegt, o Heer, de strengste orde is mij niet streng genoeg. Ik laat mij inmetselen in een cel met slechts genoeg ruimte voor hand en zweep om mijn rug tot bloedens toe open te slaan. Hortend, stotend, prevelend, uw naam en alleen uw naam. En die pastoor denkt, dan heb ik nog maar één ambitie. Zijn plaats bekleden in de hemel zijn. Zijn zoon zijn. Dan zal ik zijn. Lubbert zakt in elkaar en roept Jezus Christus. En de pastoor zegt, ja, haal me de woorden uit de mond. Terecht, Heer, terecht. Terecht wijst gij uw dienstknecht Lubbert.
Terecht geeft u hem de plaats die u de slang in het paradijs gaf. En gunt u hem niet het korte geluk van te staan op twee benen. Want ach, dat geluk is niet zoveel groter dan het geluk van de prijswinnaars in de 1-2-3-show. Die elkaar om de nek vallen alsof ze nog nooit zoveel van elkaar gehouden hadden bij het winnen van een auto met caravan. Maar wacht maar eens tot ze op die overvolle camping in Zuid-Frankrijk staan. Niet Lubbert's wil, maar uw wil geschieden. Ik ben een pelgrim op gevoel, die doorgaans doolt door dode straten. Voorgoed de veiligheid verlaten, met slechts onzekerheid als doel. Ik ben een pelgrim in de tijd. Ik kruip langs vragende gezichten, grind wringt zich tussen mijn gewrichten. Krimpen van pijn, maar zonder spijt. Op weg, ik laat de boel met frisse moed en zonder doel. Niets doet ertoe, ik heb het sjeu, het zoeken moe, het vinden beu. Ik ben een pelgrim van het woord. Die met hardnekkigheid van ketters de leugen logend en met letters een weg uitstippelt en ontspoort. Ik ben een pelgrim van de pen. Ik tuchtig mij met leren riemen, kijk in de spiegel naar de striemen en lees in spiegelschrift, ik ben. Op weg. Ik laat de boel tring, met frisse tring en zonder... Ja, met de EO. Wat is er? Echt waar? Ach god, Ja, het beledigen van een religieuze minderheid, dat gaat er altijd wel in. Ik heb een beetje tegen u gejokt, dames en heren. Ik heb namelijk tegen u gezegd dat ik deze tas vorige week zondag van een Jehovah-getuige zou hebben afgepakt. Maar dat is niet zo, hoor. Dat heb ik alleen maar gezegd om u een beetje aan het lachen te maken. En ik weet dat ik met die opmerking de tientallen Jehovah-getuigen die we vanavond in ons midden hebben, dat ik die daar heel veel verdriet mee gedaan heb. Het staat in geen enkele verhouding tot het plezier dat ik al die honderden heb bezorgd. Kijk, strikt genomen duurt dat verhaal dat ik u te vertellen heb niet langer dan een half uur. Dus ik denk, ik lieg er gewoon anderhalf uur bij. Die moeder vraagt aan die jongen, zegt tegen die jongen, dat is een lang verhaal. Toen zegt die jongen, kun je er geen videoclip van maken? Daar begon ik te liegen, tot nu aan toe. Kijk, die moeder moet tegen die jongen zeggen, dat is een lang verhaal. En dan moet die jongen zeggen, vertel op, man. Nou, dat is niet zo'n sterke zin. Hij moet zeggen, voor de draad ermee, vrouw die mij verwekt heeft. En dat die moeder zegt, jouw vader ging eens naar een waarzegster. En dat die jongen dan zegt, en? Kijk, dat zijn nou de woordjes waarvoor je naar de toneelschool gaat. Niet om te zeggen, zijn of niet zijn, want hoe het er ook uitkomt is altijd goed. Maar om te kunnen zeggen, en? Dat leer je niet op straat. Dus jouw vader ging eens naar een waarzegster. En? Die waarzegster zei hem twee dingen. Welke? 1.
zult worden opgegeten door een leeuw. En? Je vader een art is. Ook stom. Ja, we hadden geen geld om naar Afrika te gaan. Nee, wie gaat er nou naar Artis als hij zal worden opgegeten door een leeuw? Joh, je vader. Maar andere tijden, je had maar te gaan. Ja? Bovendien, dat was een waarzegster en geen legerdetector. Nou. Je vader komt in Artis aan, staat er een tijdje bij de ingang naar die vier bomen te kijken en hij denkt, zal mij benieuwen hoe die olifant er in de herfst bij loopt. En hij komt bij een gazon, er staat verboden zich op het gras te bevinden. Men denkt dus nog raar gelopen met die natuur. Hij komt bij een kuil, hij gooit er een bierworstje in. Hij krijgt het terug in zijn gezicht en een stem roept, kan het velletje er even af? En hij denkt, dat moeten de leeuwen zijn. Leeuwen zijn, de nijvere naaimachine. Nee, nee, die vergeten we even, want dat is weer lief, hè. En de vader glijdt die kuil in, tring. En hij laat tring, laat me even uitvertellen, hè. Tring, en hij tring, laat me nou even dat verhaal uitvertellen dan. De tring, een storige bel de hele tijd, flauwekul. Nou, wie nu weer? Hoi mam, hallo. De vrouw die mij verwekt heeft, ja. Wat heb ik? Aids, hoe kom je daarbij? Ah, die bladen, die onzin, dat geloof je. Hoe zou ik dat nou hebben moeten oplopen? Ik ben zo monogaam als Jos. Ik ben, hè? Van de... filmsterrenplaatjes bij de kauwgom, ja, die heb ik gespaard, ja. Hè? Die heb ik ingeplakt ook, ja. Maar je denkt toch niet van 30 jaar geleden aan de achterkant van Rock Hudson likken dat je daar nu nog... Hè? De wc-bril, nee, die doe ik altijd omhoog. Nee, de, als ik de bril gaat omhoog, kost... Nee, niet met mijn handen, ben gek. Nee, ik raak ik met geen vinger aan. Die wip ik altijd met mijn rechter schoen omhoog. De... Ik heb het! Huh? Ik kan je niet zo goed verstaan. Je ligt op zijn kop. Hm? Wacht even. Ja. Met de kinderen gaat het heel goed. Gaat heel goed met de kinderen. Die heb ik vandaag voor het eerst achter op de fiets gehad. Ja, die zat nog altijd in een bakje bij het stuur. Die heb ik achterop genomen. Ja, dat ging fantastisch. Beetje wennen met op- en afstappen in het begin, maar... Jawel, maar ik kan zo'n kind niet zijn hele leven voorop in dat bakje houden. Hij is nou 15 jaar. En... Wat? Was dat vandaag? Was dat vandaag? Daar heb ik nou gisteren de hele dag aan gedacht. En vandaag geen moment. Ben jij nog geweest? En hoe was het met het graf? Was het nog dicht? Huh? Allemaal blaren, ja. Het is herfst. Ja, maar als er allemaal bomen eromheen zijn, dan vallen die bladeren eraf. En dan... Die vallen gewoon naar beneden natuurlijk. Maar ja, je wou zelf het graf graag een beetje tussen de bomen. Ja, je zijn niet de hele dag in de zon, dan kunnen we net zo goed cremeren. Dat heb je wel gezegd, dat heb je wel gezegd. Nou ja, we hoeven er nu geen ruzie over te maken, maar je hebt het wel... Nee, oké, okay, zand erover, maar je hebt het wel gezien. We moesten gauw maar weer eens naar het graf toe. Nou ja, gauw. We moesten maar weer eens naar het graf toe. Neem ik de visstoeltjes mee en... Ja, een breiwerkje. Is voor het graf ook wel even gezellig als ze niet meteen weer wegvliegen. Maken we er een dagje van. Gaan we op de terugweg nog even langs Artis en een beetje naar de leeuwen kijken om het werk in zijn geest voor te zetten. Wou je nu?
Maar als we nu gaan, dan zijn we precies om middernacht op het kerkhof. Nou, het is volle maan. Ik hou niet zo van die experimenten. Als jij je houten kruis meeneemt, dan. Hè? Nee. Maar wat voor soort serieus gesprek zou je dan willen voeren? Tuurlijk hou ik van je, tuurlijk. Uiteindelijk ben je de enige waar ik nog naartoe kan als alles misgaat. Duurt iets langer dan je gehoopt had, maar... Nee, is niet aardig. Dat is niet aardig. Wat zal ik voor je meenemen? Ik kom er zo aan. Ze gingen op schoolreisje. 37 kindertjes. 18 rijtjes van 2 hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 rijtjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die een op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, ik geloof dat ik denk dat ik hem beetje misselijk word. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang mental was het geweest. Om het kwartier moest hij een even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2. En die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die ene. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die ene. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet mee ga, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar komen ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het 5e die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, dan moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop. Waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren.
En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden, dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. En hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen: waar is die ene? Ze zochten in de bomen, ze zochten in de speelvijver, ze zochten bij de gevonden voorwerpen, ze zochten uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester: onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester: maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei: hoop doet zweven. En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden: zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene: lang zal die zweven. Lang zal hij zweven. Eeuwig zal hij zweven. Lang zal hij zweven.
hij komt met zijn moeder uit dat circus. Die clown, daar vond hij niet zoveel aan. Hij moet maar de hele tijd denken aan die dompteur met die leeuwen. En hij denkt, als ik het in mijn leven nog eens tot dompteur zou kunnen brengen, ben ik een stukje verder dan mijn vader. En hij zegt tegen zijn moeder, wat gebeurde er nou precies? Nou, die moeder, je vader liet zich in die leeuwenkuil zakken. En die leeuw die snuffelde een beetje aan hem, die likte een beetje oorsmeer uit zijn neusgaten. Het was meer trek dan honger, zou je kunnen zeggen. Wat is het verschil, mam? Nou, zei die moeder, je hebt trektocht en je hebt hongertocht. Bij een trektocht ga je met 6 fietstassen op je rug 7 jeugdherbergen langs en een hongertocht, ja. Jouw grootvader is nog op een fiets met asfaltbanden over de afsluitdijk gereden toen die nog van hout was, om helemaal in Leeuwarden een zak onderduikers te gaan halen. Bitter koud dat het was. De wind sneed hem in zijn gezicht. Hij was bij Bart Lehiem, hij dacht gauw rechtsaf naar Leeuwarden. Maar nee hoor, eerst een stempel in Dokkum halen en toen pas naar Leeuwarden. En toen, nou, je vader vertelde dat verhaal van die waarzegster. En die leeuwen die hadden er wel begrip voor. Die vraagden hem op. Oh, ja, ja. Ja, die leeuwen zijn allemaal nog doodziek geworden. Ik heb hier de volgende dag de keuringsdienst van waren nog over de vloer gehad. Die hebben nog een uitstrijkje van me gemaakt. Maar mam, hoe weet je nou zo precies dat hij is opgegeten door die leeuwen en niet bijvoorbeeld dat vader een pakje sigaretten is gaan halen en nooit meer teruggekomen? Omdat, zegt die moeder, wij uit de leeuwenbek zijn linkerhand gered hebben. En nu naar bed. Ah ja, die vader zegt, ze zijn tweede, joh, naar bed. Ah ja, maar die moeder spreekt geen Arabisch, dus het heeft geen enkele zin. Mam, je bent de liefste moeder van de hele wereld. Joh, naar bed. Mam, je trouwt nog wel eens een keer. Weet je wat die waarzegster zei, zei die moeder? U zult worden opgegeten door een leeuw en u krijgt een zoon die stottert. Waarop die jongen zegt, mam, ik sta. En hij zal voor lange tijd niet meer vaardig spreken. En die moeder die kan haar tong wel uitrukken, wat stom zou zijn. Want ze heeft al een zoon die stottert. En wie moet er dan voor het eten bidden? De brak is koud voordat je bij Amen bent. Dus stuurt ze in haar vroeging, stuurt ze haar zoon naar de knapste egotherapeut van het land. Zodanig dat hij al binnen een half jaar een liedje van André Hazes met zijn rug naar het publiek toe kan playbacken zonder te stotteren. Maar nog is die moeder niet tevreden. Ze stuurde naar een hele knappe geleerde die knaap lange lappen tekst uit zijn kop laat leren, waar je in de gewone dialoog al geen fluiten hebt, maar als je ze achter elkaar uitspreekt, lijkt het alsof je aardig uit je woorden kan komen. En die jongen maar oefenen in de huiskamer. De vreemdeling dook diep weg in zijn jas. Hoewel jas, er was geen knoop te bekennen op de vaalgrijze stof. En ook de scheur in het weefsel verdiende de naam knoopsgat niet. Nu wil ik hier geenszins beweren dat een jas pas de status jas verdient als hij aan de herenzijde dan wel aan de dameszijde afsluitbaar is. Maar een drager kan toch op zijn minst van zijn kledingstuk vergen dat hij hem van een gure wind of een ander koud ongemak vrijwaart. Men had dan ook wellicht beter van een cape kunnen spreken als hier niet door het volkomen vormloze geen enkele aanleiding toe was. Het beste leek het nog het ding te definiëren als een deken en wel zo een van het soort dat men uitreikt bij watersnoodrampen en aardbevingen. Wel niet om het leed in zijn geheel te lenigen, maar toch althans de slachtoffers de indruk te geven dat er aan hun problematiek gedacht wordt. Zoals het ook vaak de voor zijn televisietoestel gezetene wat meewarig aandoet om de slachtoffers erwtensoep te zien lepelen. Terwijl het voor de betrokkenen zelf een welkome afwisseling is van het rampenpatroon die dikwijls aanleiding geeft tot het oprakelen van een anekdote of een compliment aan het adres van de chef-kok, die ook in dit geval weer midden in de nacht uit zijn bed gebeld is om een pan ertensoep te gaan bereiden en niet daags tevoren de gelegenheid heeft gehad om de grauwe erten in de week te zetten, wat toch op zijn minst nodig is, wil men deze winterkost geheel tot haar recht laten komen. Nu kan men moeilijk maar op de Bonnefoy grauwe erten in de week gaan gooien, omdat er wel eens een dijk door zou kunnen breken. Kijk, een werkster 2-3 dagen in de week is heerlijk, maar grauwe erwten 2-3 dagen in de week is vaak 1 of 2 dagen te veel. Maar toch is de kok erin geslaagd met de voorhanden zijnde ingrediënten een zodanig soepje te brouwen dat zelfs de grootste tegenstander het naar binnen lepelt alsof zijn leven ervan afhangt. En dat hangt het misschien ook wel.
Want dat weten slachtoffers van aardbevingen en watersnoodrampen intuïtief maar vaak al te goed. Het is verstandig de maag gevuld te hebben om de weerstand optimaal te houden. Er kan immers nog een dijk doorbreken. Of nog een schok geregistreerd worden op de schaal van Richter. En dan is het verstandig de weerstand zo hoog mogelijk te hebben. Ach, er zijn natuurlijk uitzonderingen. De drenkeling op zijn vlot die dagen op de oceaan ronddobbert zonder een hap te eten en nog zijn weerstand niet verliest. Maar deze uitzondering bevestigt slechts de regel. En wat zou deze brokken matroos niet van zijn houten vlonder opveren als hij opeens aan de horizon een wat oudere grijze vrouw met een gamel ertessoep in zijn richting zag lopen. Het water zou hem werkelijk uit de mond stromen. En dat zou het verdrinkingsgevaar alleen maar groter maken. Nee, laten wij deze drenkeling liever met rust. Hij heeft tenslotte eens als Kim de Zee tot zijn levensdoel gekozen. Iets dat van de slachtoffers van een watersnoodramp moeilijk gezegd kan worden. Die zitten ook liever thuis voor de buis naar de slachtoffers van een aardbeving te kijken. In plaats van hier op deze koude tochtige terp geconfronteerd te worden met de slechte adem van medeslachtoffers. Nu kan men het gebruik van knoflook niet verbieden omdat er wel eens een natuurramp zou kunnen geschieden. Toch lijkt het verstandig de algemene voorlichting betreffende mondhygiëne op een hoger plan te brengen. Misschien zit er ergens binnen de WVC-begroting nog wel een onaangesproken potje van waaruit een informatieve folder gedrukt zou kunnen worden. Die middels postbus 51 naar de desbetreffende adressen verspreid zou kunnen worden. Of misschien zijn er jonge scholieren te enthousiasmeren die op de hoek van de straat ingenieuze toneelstukjes in elkaar flansen die argeloze voorbijgangers aansporen. Tot deelname over een discussie over dit probleem. Wel geen wereldprobleem, maar dan toch een deelprobleem. Opnieuw door het feminisme onder onze aandacht gebracht. Het feminisme is een geweldig fenomeen. Het is geweldig fantastisch dat een vrouw haar mond open doet. Maar waarom moet er zo'n putlucht uitkomen? Nee, veel eer lijkt het verstandig dat de hand binnen de boezem van het feminisme gestoken wordt. Omdat de ware feministe, de ertessoeplepelende vrouw, met de nek aankijkt. Daar zij zich veel te serviel zou opstellen. Dit mede ingegeven door de badinerende toon die de journalist op zijn luie reet in het perscentrum gezet. Naar de monitor kijkend het aanslaat. Terwijl de man die volkomen zinloos zandzakken in dijkgaten aan het gooien is, die bij elke app en vloedwisseling weggevaagd worden, als ware helden worden afgeschilderd. Nu niet te hard van stapel lopen met die emancipatie. Voor je het weet staan de vrouwen pannen ertessoep in de dijkgaten te gooien en staan de mannen de zandzak in de slag. En die moeder zegt: joh, hou alsjeblieft eens even je mondje. Ik word er niet goed van. Die moeder zegt tegen die jongen: weet je wat jij zou moeten doen? En die jongen zegt: jij moet er eens even helemaal uit. En ze schuift het raam omhoog. En ze zegt: jij moet naar Afrika, wat voor jouw vader nooit was weggelegd, doen we voor jou. En ze gaat naar een reisbureau, ze kiest een land, ik zal niet zeggen welk, want dan kan ik gelijk met die voorstelling ophouden. Maar eenmaal in het Krugerpark aangekomen, sluipt die jongen uit die landrover, want daar stikt het van in Zuid-Afrika, van de landrovers. Wat fantastisch, dames en heren. Wat doet u me daar een onvoorstelbaar plezier mee met dit applaus. Dat is hartverwarmend. Ik dacht even in al mijn ijdelheid dat het voor mij was, maar ik begrijp dat u hier even binnen het bestek van deze avond een klein politiek manifestje wilt. Fantastisch. Het is tenslotte uw avond uit, nietwaar? U bent hier gekomen om te lachen, laten we elkaar geen mietje noemen. Maar dat u dan toch de morele kracht opbrengt om te zeggen: ja, maar grappen maken, luister eens even hier. Er zijn in het leven heus ook nog wel andere dingen dan alleen maar lolletjes maken. En dat vind ik. En ik weet zeker, dames en heren, dat mochten daar in Zuid-Afrika ooit goedkomen dat dit applaus hier vanavond opgeklonken wel degelijk zijn bijdrage aan die immense strijden. Fantastisch, fantastisch. Dank u wel. Enorm. Ja, nou, dat vind ik nou weer slijmerig. Eén keer, dan weten we het wel. Ja, dan hoef je niet nog weer een keer die klappen op elkaar te klappen. Ik bedoel, die apartheid is nou ook niet iets waar je zo fier over hoeft te zijn dat je daar tegen bent. Kom op, zeg. Ik dacht dat er wel zo dik boven. Dat is eigenlijk een beetje gênant dat je daar hier op zo'n avond nog die nadruk op moet gaan leggen. Dat is eigenlijk is het pijnlijk als je gezet even tegenover het leed wat daar geleden wordt. Dat wij hier zo'n beetje hoogmoedig van bravo luidjes, hou vol en dan winnen jullie. Dus eigenlijk is het. Ja, nou ja, het is misschien dat ik wat kwetsbaar ben omdat mijn broer daar nou in die ambassade zit. Dat zou best kunnen, maar ja, nou ja, hij zit. Hij zit al niet eens meer in die ambassade, want die ambassade die heeft al lang gemaakt dat ze wegkomen.
Moet je net het Nederlands buitenlands politiek beleid hebben. Dat is net een wurm waar je de staat afhakt. De rest die sleept zich wel voort. Het is dat ik de huur van het kamertje betaal, anders had hij al lang weg geweest. Ja, mijn broer die weet van de hoed en de rand. En dat eerste schijnt niet zo erg te zijn, maar het tweede is dodelijk in Zuid-Afrika. En... Nou ja, ik ben helemaal een beetje over me toe. Want ik heb dit jaar, dat was een experiment, ik heb dit jaar de troonrede geschreven. En ja, nou ja, het is dat ik het zeg, anders had het nu niet eens gewerkt. Dan kan je zien, het gaat er om wie het voorleest. Hè? Dat heeft er toch veel mee te maken. Ik denk, ik zet in de eerste zin, ik leg het er dik bovenop. De economische wending is werkelijk markant te noemen. Nou, de werkeloosheid is met 0,000008 promiel teruggedrongen. Mevrouw Lubbers heeft er een werkster bij genomen, begrijp je ze? Zo werken die dingen. Koopkracht is precies hetzelfde. Degenen die niks konden kopen, die kunnen nog steeds niks kopen. Begrijp je, zo is het. Zo. Koningin zegt tegen mij, wat zal ik aantrekken? Ik zeg, nou, geel jurkje, hè? Canarie fluit ook in zijn kooi. En wat denk je dat die Russen nu zo snel bij die onderhandelingstafel zitten? Hoe dat komt toch zeker niet? Vanwege onze kruisrakettenbeleid. Nee, die hebben... Prins Willem-Alexander is een matrozenpakje zien staan. Ja, dat is in Russische defensiekring als een bom neergeslagen, hoor. Die Gorbachev wist niet hoe snel die in Genève moest komen. Vlekken stonden nog in zijn gezicht. Nou, en wat wij dan aan protest kunnen opbrengen... ja, dat is met onze rug naar de minister-president toegestaan. Alsof Lubbers nog nooit eerder van zijn leven 20.000 ruggen bij elkaar heeft gezien. Nee. Kijk, hoe diep zitten die mensenrechten bij u? Als ik nou eens een heel ander onderwerp aansnij, als ik nou eens bijvoorbeeld zeg Canada. Ja, dan wordt het heel stil. Ik was eens met mijn vrouw in Canada. Wij zaten daar in een talkshow, allemaal kippen. En er was komiek, was Nederlandstalig. Dat zou je niet verwachten, maar vlak na de oorlog zijn er allemaal Nederlanders naar Canada geëmigreerd onder het motto: het is mij te vol in Holland, ik ga naar Canada. Nou, daar bleek het zo leeg, zijn ze weer allemaal bovenop elkaar gaan zitten. Binnen bereik van die tv-zender, nou had je zo'n talkshow, u kent het principe, 3 gasten, presentatrice. En die eerste gast die heeft iets te doen met rodeo, hè? Rodeo. Dus zeg maar iemand die iets voor niks doet, maar de P niet kan zeggen. En, ik maak ze allemaal hoor, dames en heren. Maak je geen zorgen, vroeger had je dat artistieke, dan denk je nou een beetje schiften, dit kan wel, dit kan niet. Maar ik heb wel geleerd de dingen waarvan ik denk, nou dat kan echt niet. Die vindt u altijd weer het leukste. De dingen waarvan ik denk, dat is spits, die gaan u totaal voorbij. Dus ik bedoel, wat zal ik langer uw avond bederven? En die van mijn eigen portemonnee zijn. Dus ik zit daar in die talk. En die presentatrice die vraagt aan die rodeo-ruiter, is het waar, true? Men hoort wel in C dat als men om de bullshit... de boel die wil niet springen... dat men dan to activate de boel, hè, dus om de boel aan de gang te krijgen... om de testikels van de stier, heel strak een ijzerdraadje strikt. Is dat waar true? Nee, zegt die man. Nou, donder dan alsjeblieft op, zegt die presentatrice. Wat is er nou voor een klote antwoord? Ja, het is waar. Wat heb ik daar nou aan of het waar? Wat doet mij de... Het gaat erom dat we 10 minuten vol leuteren met z'n tweeën. Daar gaat het om op dit moment. Dat is een toch. Nou, wegwezen. Geen reiskosten. Weg. Suffert. Volgende gast was een Hollandse liedjeszanger met een gitaar. Was ook geëmigreerd met achterlating van vrouw en kinderen. Had thuis geroepen, schat, het is mij te vol. Ik ga naar Canada. Nou, zei zijn vrouw, dan is het mij net leeg genoeg. Ik blijf. Stond hij er opeens te zingen met zijn... Ik ben zo eenzaam zonder jou en de kinderen. Mag je nog blij zijn dat het zo gelopen is, anders had hij geen eens repertoire gehad. Dat vind ik wel zo klef, dames en heren, dat je je gezin erbij gaat betrekken om nog een beetje aan de bak te komen. Dat vind ik wel zo eng. Moet je maar eens opletten, artiest op een retour, altijd een vrouw erbij of een kind of een schoon. Nou, toen was mijn vrouw aan de beurt en... Die presentatrice zegt, is het waar, true, men hoort wel in C, dat in Holland de molens klompen dragen. Nee, zegt mijn vrouw, maar we moeten wel vaak een tulp in de dijk steken. En, ja, die is ook geestig, hoor. En, nou ja, daarna dat hele betoog over het feminisme, waar voor de man dan ook een kleine bescheiden rol
mag wel zeggen, markant rolletje is weggelegd. Briljant verhaal, fantastische story. Klopt toch helemaal in theorie. En nou ja, toen was ik aan de beurt. Maar ik moet u eerlijk zeggen, dames en heren. Na zo'n verhaal, na zo'n vrouw, om dan nog weer eens een keer proberen daar bovenuit te komen. Nee, dat haantjesgedrag, dat is mij helemaal vreemd. Ik hoef er niet meer. Ik zeg tegen die vrouw, nee, laat mijn beurt maar voorbij gaan. Maar ja, ze stond erop en dat deed nogal pijn. Toen zeg ik, mevrouw, ik heb een fantastisch vak. Ik heb een heerlijk vak. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Heeft maar één nadeel, ik heb geen hobby's meer. Maar ik ga u... Ze zegt, zal ik niet eerst een vraag stellen? Ik zeg, ben je gek? Ik lul wel een eind weg. Als je slim bent, monteer je achteraf een intelligente vraag in. Kom jij er ook nog leuk af? Ik zeg, ik heb een heerlijk vak. Ik heb een heerlijk vak. Neem nou zo'n avond als vanavond. Dat je dan als artiest mag staan in Carré. Dat is, ja, kunnen we lang en breed over doen, dames en heren. Maar dat is iets. Ik bedoel, als je hier staat, als je weet wat hier allemaal al gestaan heeft. En dat die ook allemaal weer opgezogen bieden zijn. Toen ik er nu helemaal alleen ben. Nou, dat is iets ongelooflijk. En dan komt u binnen en de wetenschap dat u straks ook allemaal weer opzogen bieden. Dat geeft mij bijna vleugels. Heerlijk. Ah, nou, ik zie u binnenkomen. Ik heb zo'n klein kijkgaatje. En dan zie ik u binnenkomen met alvast die lach op uw gezicht. Of die tas boordevol met snoep. En voor ons zou gaan vervelen. Allemaal een beetje mekaar. Ik heb een beetje dat ingeslapen televisiekijkgedrag. Van kan je nooit een bel vallen. We weten wel dat hij leuk is. Dat hoeft hij helemaal niet meer. Die totale gedeformeerdheid van de geest. Waar niemand meer door kan dringen. Zoals die scherpzinnige geest. Omdat het al zo verweekt en verwaterd is. Dat er helemaal niets meer gebeurt daarboven. En dan mag ik dan mijn vak, mijn kunst, mag ik daar dan tegenover zetten. Dan mag ik in al mijn integriteit proberen om u weer wakker te schudden. Om weer van u die mens te maken die morgen weer met een brok vitaliteit dat leven ingaat. Die er weer tegen kan. En of u nou werk heeft of geen werk heeft, dat doet er opeens niet meer toe. Leven is ademen, leven is juichen, leven is... Ik geef op zo'n avond, geef ik alles. Alles! Ik zou het vreselijk vinden als ik straks thuis kom en ik had nog wat. Vreselijk, vreselijk. Dat je vrouw de dekens opslaat en zegt, wat is dat? Dat heb ik nog over uit Carré. Nee, vreselijk. Als ik straks afga, ben ik op. Ik kan niet meer. Moet gelijk aan de apparatuur. Als je zo'n avond animeert, moet je zelf gereanimeerd. Dat kan niet anders. Het is meteen mond-op-mond beademing geblazen daar aan de zijkant. Het kan ook een groepie wezen. In elk geval, er springt een jonge chick op mijn bek en dan is het pomp of verzuipen geblazen, hoor. Op ben ik. Nou, u bent vervuld. U gaat naar buiten. Lekker nog even maar ja, ik ben gedisciplineerd artiest. Ik ga mijn kleren opvouwen. Nou, voordat deze broek in de vouw zit, dan weet je het wel. Met mijn schoenen in de lak en dan moet ik naar huis. Nou, ik heb een fijne wagen, maar... Maar ik durf echt niet hard te rijden, want ik zit maar te praktiseren. Hoe kan ik het nou nog scherper, nog geraffineerder, nog intelligent, nog... Zodat die mensen maanden later nog denken, wat was dit? Dat er speciale opvangcentra moeten komen, therapeutische klinieken. Dokter Bastiaan wordt weer van stal gehaald, er moeten mensen gedeprogrammeerd worden. Er is werk aan de winkel, er is iets. Nou, met een vaatje van 10, 15 rij ik naar huis. Wil je wel geloven, dan kom ik om zo'n uur of 6. Kom ik zo bij mijn oprijlaan aan en eenmaal op eigen terrein, dan durf ik wel weer flink plankgas te geven, hoor. En dan met zo'n vaartje van 160, 170 rijd ik dan naar huis en dan zo tegen 8 kom ik daar zo. Ja, ik heb een fantastische oprijlaan, dames en heren. Ik heb een oprijlaan met 2 praatpalen en 1 benzinestation. Ik heb namelijk 1 keer zonder benzine op mijn eigen oprijlaan gestaan. Nou, vreselijk, vreselijk, hoor. Mensonterend, hoor. Ik weet niet of je je kan voorstellen dat je met een lege jerrycan op je eigen oprijlaan... Nee, dat is niet leuk. Ik weet niet of er toevallig langdurige echte minima in de zaal zitten. U heeft het niet makkelijk, maar zonder benzine op je eigen oprijlaan. Ik wens het mijn ergste vijanden niet toe. Nou, en dan staan daar mijn kinderen. Ik heb 2 fantastische kinderen, dames en heren. Ik heb een dochter, die is helemaal gek voor sport. Helemaal lijp.
tegenovergestelde van de vader, is meer een studeerkamerman, maar die dochter is hockey. Die hockey, wat wil je, is met een steek grootgebracht. En die is helemaal... En ik weet niet of u iets van hockey weet, maar die is zo snel, die neemt een strafcorner en slaat hem zelf in. U weet niet veel van hockey, dames en heren. Nou, hier beneden ging het nog wel, maar... Daar... Maar zij is nou... Wat het huidige voetbal ontbeert, dat heeft zij. Dat is een... Ja, dat geboren leider, die eist meteen die leidersrol voor zich op. Dat is zo... Natuurlijk doet ze dat. Hè. Al die balletjes worden bij haar ingeleverd. Gisteren kwam ze weer met 320 ballen thuis opeens. Geweldig karakter ook. Blijf gaan. Ik bedoel, ook bij achterstand sleept het hele team mee. En die scheidsrechter laat zich helemaal scheidsen. Want ja, zij heeft de stik, hij niet. Dus ja, ja, geweldig karakter, hoor. En blijft buiten het veld heel bescheiden. Dat vind ik ook weer fantastisch aan haar instelling. Blijft buiten het veld is, ja... Ja, die is erbij, hoor. Als ze spelen in 92 in de Bijlmer... of in een ander ontwikkelingsgebied worden gehouden. Ja, die is erbij. Fantastische meid. En blijft in de buurt ook gewoon voor iedereen. Die gezellige, ja, 13 jaar. Geweldig, geweldig. En dan heb je nog een zoon van 10. Maar ja. Wel, ja, dat is misschien een beetje sneu. Maar ja, ik dacht dat u naar huis moest. Zal ik daar ook even een anekdote over vertellen? Want dat is meer een pinterventje. Ja, dat is meer. Ik zal u één anekdote vertellen. Ik zit een keer in de kamer. Ik heb dat huis nou eenmaal. En... Wat een haartje gescheeld trouwens. En... Ja, opeens gaat de bel. Deurwaarder huppelepup. Ik kon beslag op uw huis leggen. Nou, ik hou van pannenkoeken, maar dit was overdreven. Dus ik zit in die kamer. Wat ben ik aan het doen? Ik ben de... Sjoelstenen aan het slijpen, ja? En... Moet ook gebeuren, dames en heren. Je kan niet de hele dag lollig wezen, dat begrijpt u ook wel. Dus laatst heb ik het hele grind van de oprijlaan nog een keer gespikkerspend. En één keer in de 14 dagen neem ik het prikkeldraad om het hele huis af. En stofnest hoor, dames. Pas op. En ja, die hoe hou je je stofdoek heel is ook nog weer een gegeven. Dus ik ga binnenkort op werkbezoek in Oost-Duitsland. Nou, en dus ik zit in die kamer, schoelstenen, lekker klein slijpen, makkelijk gooien. Opeens gaat de deur open, komt dat ventje binnen. Ik zei al, pinter kereltje, eerst de deur open, dan binnenkomen. En hij komt zo met zijn handjes naar voren en hij zegt... Kijk, pap, een dood vogeltje. Ik kijk hem zo aan, joh, staat zo voor me zo. Kopje scheef, traantje hier. Je kent die schilderijtjes wel. En ik denk, hoe kan ik dat kind nou blij maken met een dode mus? Want ja, je wil als ouder graag je geloofwaardigheid behouden. En ik rijd per jaar zo'n 10, 12 van die kringen dood. En. Dus ik denk, laat ik het maar op mijn eruditie gooien. Ik zeg, knul, weet jij wel wat voor een soort vogeltje dat is? En toen was het zo mooi. En toen zei hij, ja, pap. Een dood vogeltje. Oh, dat vond ik zo mooi. En zo wijs. Zo diep. Ik ging erover nadenken. Ik denk, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Eigenlijk zijn er maar twee soorten vogeltjes. En dat zo'n kind van 10 jaar al zo'n onderscheidingsvermogen heeft... dat hij in één klap een hele wetenschap zo hup van de tafel veegt. Want er zijn wat idioten die zo rondlopen, hoor. Nou moet je daar eens proberen een gesprek mee te voeren met dit soort mensen. Dan moet je 3 kilometer verderop op een tak gaan zitten chilpen. Dan heb je kans, ja. En dan zegt zo'n kind van 10 jaar... Nou, dat vind ik zo onwaarschijnlijk. Dat het uit één zaadje van mij komt. En dat ik dan miljarden van die zaadjes heb. Soms zou ik wel eens willen dat mijn ballen daar zaten, weet je dat? Wat een potent. Maar wat dacht je van dat ding hier? Stuk minder gelijk, hè? Op zichzelf niet zo erg, maar als je even met de brommer weg moet, dan... En dan zou het nog wel gaan, maar dan die vouwhelm daar.
Hele dag je gulp open, iedereen. Hé, je gulpste. Ja, anders zie ik geen pers, ja. Nou, 10 jaar, toch even gelachen. Heerlijk jong, heerlijk jong. En dan staan die op dat bordes en oma erbij, mijn moeder. Ach, dames en heren, mijn moeder die heeft zich ook zo geinig ontwikkeld, joh. Dat is zo leuk. Hebben we er een beetje bij betrokken? Leuk, moet je doen. Oude mensen, leuk bij betrekken. Knipt allemaal stukjes uit de krant, houdt ze bij, plakt ze in een album, doet ze kritisch, doet ze handig. Ik weet niet of er iemand in de zaal zit vanavond die hier toevallig iets over moet schrijven. Of dat er misschien iemand is die videobanden moet gaan zitten recenseren. Ik zou het positief houden, want mijn moeder weet je te vinden, hoor. Ah, laatst had er weer eens iets in privé gestaan dat ik eens had of zo, jongen. Mijn moeder belt me op en die zegt, ik ga die Henk van der Meijden een gonorreu bezorgen die hem lang zal hebben. En hoe ze het hem flikt, ik weet het niet, maar ze lacht het hem, hoor. Let maar op, als je hem binnenkort op de buis ziet, zou je denken, hé, daar heb je die druiper ook weer. Let maar op. Ja? Nou, die laatste opmerking zou mij wel eens de PC Hoofdprijs 1986 kunnen gaan kosten. Nee, dames en heren, dan staan die kinderen op dat bordes, pap, pap. En om mezelf eens te citeren, ik voel me soms ook net een bord Brinta, pap. Pap, pap. Paardje rijden, pap. Mevrouw, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik heb me alles gegeven in Korea. En ik heb voor die kinderen nog geen half jaar geleden een hele fijne bonanza manege achter het huis laten metselen. Prachtige, mooiste houtsoorten. Maar en lopen ook de fijnste paarden rond. Lipizzanen, Shetlanders, Arabieren, Zeeuwen, Friese, Joden. Het neusje van de zalm op hippies gebied, maar op welke hippies rug moet er nu zo'n oude paardje gereden worden? Dus je bent een vader, je gaat door je knieën, hup, springen ze op je rug, 13-10. En dan begint de jongste te roepen, springen pap, springen mevrouw, ik kan niet meer. Weet u wat die kinderen dan doen om mij aan het springen te krijgen? Nou, die jongen die loopt daar in dat Krugerpark en die stuit bij toeval op een souvenirsteentje. Er staan een paar leeuwen omheen. En hij zegt, een pakje turbostickers, twee ruikgummen en een 12-inch remix. En een van die leeuwen die zegt, dat is 3 Krugerrand. En de andere leeuw vraagt, met zegels. En leeuwenzegels, ja, is goed. Nou, u kan het ook, dames en heren, hoor. Het is helemaal niet moeilijk als je het er maar op tijd uitflapt, hè. Gezellig, doet u mee. Doet u mee, roept u er maar iets leuks tussendoor, hoor. Misschien kan ik het gebruiken voor oude jaar, je weet het nooit. Dat je zit te kijken, je grist in de chips en je denkt, hé, die is van mij. Kan gebeuren. Gezellig meedoen, dames en heren, boven. Dames en heren, boven, roept u er maar. Laat je niet op je kop zitten dat ze hier beneden leuker zijn, hoor. Ze zijn al rijker, maar dat zegt niks, geeft niks. Degene die het leukste roept, die krijgt deze tas. Ja, zullen we dat afspreken? Nou, en er ontstaat tussen die jongen en die leeuwen ontstaat een band. Leeuwenband. Het is toch ook niet te geloven? Kan je nou niet even wachten tot je iets leuks te binnen schiet? Moet gelijk weer die kleppen. Hop, hop, toch. Het is leeuwenzegel en bleuband, ja. Anders krijg je bleuzegel. Nou, dan hoef ik mijn motor ook niet meer in te spelen. Hou ik hem nog liever onder een Zeeuws meisje, moet ik u eerlijk zeggen. Nou, oh, oh, oh. Kijk, daar loopt het er altijd weer op uit. Als het publiek mee gaat doen, wordt het altijd dubbelzinnig. Altijd dubbelzinnig. Nou. Dames en heren, roept u er alsjeblieft niks meer doorheen. Is alleen maar vervelend, storend, irritant. Kan er maar één de leukste zijn. Laat me blij zijn dat ik dat ben, ja? Er ontstaat... Die jongen die staat tussen de leeuwen en die snuffelen een beetje aan hem, likken een beetje oorsmeer uit zijn neusgaten. Meer trek dan honger, zou je kunnen zeggen. En die jongen die durft... Die jonge heer die durft in de nabijheid van die leeuwen geen vin te verroeren, maar... Ik zou de eerste vin nog moeten zien die te midden van de leeuwen zijn jonge heer zou durven beroeren. En... Nou, hou even op, hoor.
Even ophouden hoor. Denk erom, want ik begin in Duits. En Een spinnenmensje zit in zijn net. En er hoort een merkwürdiges zoemen. En dat spinnenmensje denkt: dat wordt die grootste vliege die ik je in mijn net gevangen heb. Woher zult u er ook wissen dat er zijn stoopzauger was? Ja, aan mijn Duits ligt het niet hoor. En die jongen, die durft na een paar dagen, durft hij zich al een beetje videoclipachtig te bewegen. En na een paar maanden, wacht even hoor, oude blessure. Ho, 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 ho. 16 jaar geleden, dames en heren, ergens in Joegoslavië, Ljubljana, geloof ik, of zoiets dergelijks, sta ik in zo'n klein kroegje met mijn rug tegen zo'n bezweten muur. En opeens begint het orkest te... Kom er een spetter binnen, ik denk, nu of nooit. En ik, die dans voorop voor zo'n trojka. Ik ben nog geen halve minuut bezig. Tjak, tjak, allebei mijn bilspieren helemaal doorgeschud. Ik was blij dat ik een strakke spijkerbroek aan had, anders had mijn kont daar gaan. Nou, dankzij een hele ingenieuze ingreep. Ik zal u de details besparen, maar ik heb hier op mijn rug heb ik twee van die ringetjes. En hebben ze een pees doorheen gehaald, zo hier. En heb ik hier twee grote gewichten van zo'n staartklok hangen. En zo, ja, daarom ben ik ook zo moeilijk door de benen te spelen. En daarom hangt dat hele zaakje, hangt daar. Nou, ik zal u de details verder besparen. Hij staat daar. En hij denkt, oh, als mijn vader dit nog eens had mogen meemaken, dan had ik hier nooit gestaan. Ik verzin wel iets. Hij denkt, de wereld moet dit zien. De wereld moet dit zien, te beginnen in Europa. En op een avond sluit hij die slaapzaal van die leeuwen binnen. En hij trekt de grootste, de sterkste van de leeuwen aan die haartjes hier, die ook het tweede mesje heeft laten zitten. En hij zegt tegen de leeuwen... En die leeuw zegt, natuurlijk joh. Tuurlijk jongen. Die heeft nog nooit iemand normaal horen praten, dus wat maakt hem het uit? Hij zegt tegen de leeuwen... Ja, we gaan liften, zegt die leeuw, we gaan liften. En ze beginnen in Dakar, want ze denken er zal toch wel één auto terug naar Parijs moeten. Dagenlang staan ze langs de kant van de weg, want mensen hebben liever een tijger in hun tank dan een leeuw in de cabine. En na een paar maanden komen ze aan in Europa. En ze melden zich aan bij zo'n klein geinig circusje. Ach, dames en heren, u kent ze wel, die kleine geinige circusjes. U kent ze wel. Als u even om die kant begint, dan zijn we gelijk klaar. De artiesten moeten alles zelf doen. Ze staan ergens aan de rand van de stad op een beetje vuilnisbeltachtig terrein. En er zat dus wel een of andere oude geit bij die zich van achteren te grazen heeft laten nemen door een andere oude geit. Maar ach, dat is nog maar een kleine geit. Nee, waar het om gaat. Kijk, er staan allemaal een paar mensen die staan zich daar te warmen aan een paar brandende autobanden. Dat betekent dat ze de tent op hun rug naar het volgende dorp zullen moeten zeulen. Maar ze hebben het nu koud en ze willen nu warmte. Ach, die kleine geinige circusjes. Het gaat om de attracties. Er is altijd wel een groep chimpansees waarvan je denkt, hey, zijn dat de kinderen van de directeur niet? Of een veel te dikke vrouw in een veel te klein badpak en de vraag is, wie houdt wie in bedwang? Er is altijd wel een groep trapezewerkers waarvan je denkt, hé, die lijken verduveld veel op die acrobaten van net. Die ook al in het begin de kaartjes afscheurden en toen we met onze auto aankwamen rijden, zei ze ook waar die moest staan. En hebben die een paar weken geleden niet ergens in de buurt van Libië een vliegtuig gekaapt. U kent ze wel, die kleine geinige circusjes. De artiesten moeten alles zelf doen. En zo trekt deze karavaan van armoedzaaiers door Europa. Op zoek naar een schamele broodkorst voor een hongerige maag. Banen zij zich een weg door weer en wind langs Europa's weg.
Alles, alles. Alles moeten die artiesten zelf doen. Meestal zit er geen kip in de tent. En de kip die er zit, loopt grote kans gedresseerd te worden. Misschien legt zij wel de gouden eieren. En de domteur en de leeuw. Ze moeten werken in een piste. Zonder tralies. Geen wonder dat de mensen die er zijn vaak gekwetst de tent verlaten. Ach, er is een enkele fijnproever die dat nu juist het leukste vindt, maar van fijnproevers kun je niet eten. En hoe moet die domteur dat nou aan die leeuw uitleggen die die helemaal uit zijn natuurlijke omgeving heeft gehaald om hier honger te lijden? Woorden hebben geen zin. En ook zijn oude mimeopleiding zegt die leeuw niet zo gek veel. Het enige dat hij kan doen is voelen, nou ja, voelen aan een leeuw. Daar zijn weinig experimenten van bekend. En op een avond ligt hij naast die leeuw in zijn woonwagen. En hij gaat heel voorzichtig met zijn rechtervoet naar de linkerachterpoot van de leeuw. En hij wacht op een beetje tegendruk. Kun je je voorstellen? Ik zal het licht even uitdoen, dan kunnen we ons beter in de situatie inleven. Halverwege de nacht staan ze met de onderlichamen tegen elkaar. En hup! Daar stroomt alle vloeibare ambitie van de domteur terug in de sappige ontembaarheid van de leeuw. Halverwege de nacht gaat de leeuw de rechter hartkamer binnen. Hij trekt de kransslagader open. Ze hebben één bloedsomloop. Ze zijn één. Ik geloof dat ik een belangrijke vergissing heb gemaakt. Ze zijn één. En dat hebben de mensen nog nooit gezien. Ach, ze hebben wel eens een laffe dompteur gezien die zijn hoofd in de bek van de leeuw stak. Maar een dompteur die helemaal in de leeuw verdween. Dat is au, 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 au. Dat hebben de mensen nog nooit gezien. En het kleine, geinige circusje wordt een wereldcircus. En de directeur zegt tegen de dompteur, je hoeft maar één concessie te doen. Je zult moeten werken in een piste, in een kooi met tralies, want mijn publiek mag niet gekwetst. En de leeuw wordt razend populair. Binnen de kortste keren mag hij naar Amerika om een film aan te schreeuwen. Oh, oh! Hij mag zelfs tussen de reclames door allerlei malle fratsen uithalen. Eetje bedoel. En de dompteur wordt met de dag treurig. Iedere keer als de leeuw buigt, buigt de dompteur tegen wil en dank mee. En hij weet niet wat hem treuriger stemt. Jaloezie op het succes. Of medelijden. Medelijden. Met de koning der dieren. De ontembare. Die voor een klein beetje succes door de knieën gaat. En op een avond ligt de dompteur in zijn woonwagen te slapen. En hij droomt. Hij staat in de piste. Maar hij zit niet langer in de leeuw. Hij staat ernaast. Wat moet hij doen? De bek van de leeuw gaat open, de dompteur steekt geroutineerd zijn hoofd erin, de bek slaat dicht en blijft dicht. De dompteur raakt in paniek, wat moet hij doen?
Hij geeft de leeuw een keiharde klap op zijn kop. De bek gaat open, hij haalt zijn hoofd eruit, pakt een briefje van 1000 en daagt het publiek uit. Wie van u durft dit? En er komt een oud vrouwtje naar voren dat zegt, ik, als je me maar niet zo'n keiharde klap op mijn kop geeft. En de dompteur zit rechtop in zijn bed. Het honend gelach van het publiek klinkt nog na in zijn oren. En laat hem niet meer los. Elke avond dat hij terugkeert in de piste, ervaart hij het publiek als vijandig. En op een avond besluit hij te breken met het voorgeschreven patroon. Hij loopt naar de piste rand en slaat de tralies uiteen en begeeft zich te midden van zijn publiek dat in paniek achteruit deinst. En als hij bij de tweede rij is, klinkt er een schot en nog een schot. En de leeuw valt dood neer. Eén ogenblik is het doodstil. In het grote circus. Maar dan komt de dompteur ongedeerd tevoorschijn. En hij roept tegen de directeur die de rook van de loop der dingen blaast. Dan is nu de beurt aan mij. Schiet mij neer. Ik had gedacht, dompteur is het hoogst haalbare, maar ook voor mij zit er niet veel meer dan een martelaarschapje in. Jaag die blauwe boon door mijn blanke kersenpit. Schiet mij! En opeens merkt hij dat de woorden moeiteloos uit zijn mond stromen. Hij zet zijn bril op. En hij ziet hoe het publiek oprukt in de richting van de directeur met de kennelijke bedoeling hem te lynchen. Zo makkelijk laten ze hun lievelingen niet van zich afnemen. De dompteur voelt dat hij iets moet doen, maar hij staat aan de grond genageld. Het lijkt wel een rijkswacht bij een Europacupfinale. Hij kijkt naar de directeur die een gebaar maakt in de richting van het orkest. Natuurlijk, denkt de dompteur. Doorspelen, anders gebeuren er nog veel grotere ongelukken. Thank you.
als hij weer kijkt, ziet hij dat het publiek weer op de van tevoren besproken plaatsen heeft plaatsgenomen. Hij kijkt naar de directeur die zijn duim omhoog steekt. En hij beseft dat hij van nu af aan niet langer dompteur, maar clown zal moeten zijn. En avond aan avond keert hij terug in de piste met dezelfde grappen. Leeuwarden, leeuwen zijn, leeuwenzegel. Hij laat het vel van de leeuw prepareren. En avond aan avond vertelt hij het verhaal van de droom. En op een avond is hij bij wie? Wie van u durft dit? En er komt een oud vrouwtje naar voren. En dat oude vrouwtje zegt: Ik wil je een hand geven. Een hand die we lang geleden in een leeuwenbek gevonden hebben. Zou je de vraag nog één keer willen herhalen? De dompteur, de clown, de jongen, zegt: moeder, ik heb mijn talent verloochend. Ik heb mijn gaven verkwanseld, maar ik zal boete doen. Nu ik weer kan praten, zal ik dit verhaal vertellen aan ieder die het wil horen. Aanvankelijk in grote zalen voor een breed publiek, hunkerend naar gelach, applaus. Wetend dat het mijn boetetocht alleen maar zal verzwaren en verlengen, want de waarheid en succes verhouden zich als een zakenagenda en een communistisch dagblad. En als het establishment zich van mij afwendt, dan ben ik bereid om het B-circuit op te gaan met dit verhaal. De voetbalkantines, de blijf van de lijfhuizen, de jongerencentra, de speelholen, de bordelen. Tot men ook daar genoeg heeft van mijn zouteloze praatjes. En dan ben ik bereid om op de hoeken van de winkelcentra te gaan staan, net zolang tot ik de koopkracht nadelig beïnvloed. En als niemand mij in Nederland meer pruimt, ben ik zelfs bereid om met dit verhaal naar de Bondsrepubliek Duitsland te gaan. En als ik na 5 minuten weer terug over de grens gezet ben, als ik gedropt word op de crossroads van het ghetto, uitgekotst door mijn collega outcast, als niemand, maar dan ook helemaal niemand meer belang bij mijn hersenspinsels heeft, zelfs dan ben ik nog bereid om op zondagmorgen met deze tas langs de deuren te gaan. En als de laatste deur voor mijn snuffer dichtvalt, als al mijn ledematen zijn afgekneld, als niemand dan zal mijn boetetocht overgaan in een bedevaart. Dan zal ik naderen de plek waar de ontembaren vergaderd zijn. Dan zal ik zijn een leeuw of zijns gelijke.
dames en heren, doet u mij een plezier. En gaat u rustig naar huis. Het is, dacht ik, nu wel mooi geweest. Ik heb gegeven wat ik had. En dit is nu niet bepaald het stralende hoogtepunt van mijn artistieke loopbaan. Gunt u mij deze tocht alleen? Kom. Toon nou eindelijk eens karakter. Ga er nou niet zin in met een gezicht van ik haal er alles tot op het laatste kwartje uit. Kom. Pottenkijkers, zo er niet op. Een benenvaartsoor, het is geen toeristenattractie, maar om de 10 minuten een mechanisch wonder gebeurt. Laat mij gaan, laat mij zijn. Een leeuw. Of zijns gelijk. Kun je je voorstellen, zo iemand op zondagmorgen om 10 uur bij je op de stoep? Ik dacht dat ik niet goed werd. Ik denk, hoe kom ik van die man af? Ik denk, weet je wat, ik gooi de voordeur dicht. Zit zijn linkervoet ertussen? Ik denk, nou, die druk ik met mijn rechtervoet wel even naar buiten. Geeft die tegendruk? Ik denk, verrek, ik heb chans. Voor ik het weet staan we met de onderlichamen tegen elkaar. Zijn rechterhand gaat mijn linkerhart. We hebben 1 bloedsomloop. We zijn 1. Kun je je voorstellen? Doe het licht maar uit. Dan kunnen we ons beter in de situatie inleven. Ik heb enorm van uw aanwezigheid genoten. Ik mag wel zeggen, nu ik wat voor langere tijd de podia ga verlaten, dat dit een van die avonden was die ik zo snel mogelijk hoop te vergeten. Anders zien ze mij in het theater helemaal nooit meer terug. Nee, dat is allemaal maar gekkigheid, dames en heren. Ik vond u enorm. En als ik nog even terugdenk aan het begin, toen dacht ik, nou, dit kon wel eens een hele moeilijke avond worden. Maar u, thuis in de, u hier in de zaal, u heeft mij er op een geweldige manier doorheen gesleept. En dat van die videorecorders, dat was natuurlijk ook maar een grapje, dames en heren. Ik heb ooit een, wat? Kort geding. Weet u hoe lang dat duurt, een kort geding? Daar geloof ik al 2 jaar aan het procederen. Dames en heren, als u in gedachten allemaal uw linkervoet op de pisterand wil leggen, dan zal ik met mijn rechtervoet proberen. De training is begonnen, geloof ik. Als u allemaal in gedachten uw linkervoet op de pisterand wilt leggen, zal ik proberen met mijn rechtervoet tegendruk te geven. En wie weet dat we dan nog voor middernacht 1 zijn. Dit is de wals van het als. Als niet mijn vader. Als niet mijn moeder, als niet mijn vader met mijn moeder, dan was ik onherkenbaar geweest.
dan was ik nu ontembaar geweest. Dit is de wals van ja maar en als, ja maar de meester als de pastoor die halt had geroepen, liep ik nog door. Ach, was ik toen onrembaar geweest, dan was ik nu ontembaar geweest. Dan schuimde ik door straten, onuitstaanbaar uitgelaten. Omringd door de mooiste wijven, de hele dag een stijve boord. Was niets voor mij, ik zocht geen plaatsje in de rij. Een man, een man, een wals, zou ik geweest zijn als. Niet mijn vader zeeuw was geweest, of als mijn moeder leeuw was geweest. En dan die zeeuw met die leeuw was geweest. Meester vaker ziek was geweest, als de pastoor niet katholiek was geweest. Dan schuimde ik door straten, onuitstaanbaar uitgelaten. Ik hield de kroegen open, de hele dag bezopen lopen. Een seconde was mij al te veel. Een man, een man, een wals, zou ik geweest zijn. Ah.